Hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe video. Mijn vorige video was mijn Amsterdam vlog. En ik ga deze week weer heel veel leuke dingen doen, al zeg ik het zelf. Dus ik wil graag weer een weekvlog maken. Ik ga jullie heel eventjes neerzetten, want dat praat een beetje makkelijker. Oké, dus het is vandaag dinsdag. Gisteren was dus maandag. Meestal begin ik mijn weekvlogs op maandag. Maar gisteren had ik een fotoshoot. En daar kon ik niet echt filmen. Ik heb er wel een aantal foto's van ontvangen. En die zijn heel mooi geworden, al zeg ik het zelf. Maar ja, als jullie daar foto's van willen zien, dan moeten jullie mijn Instagram eventjes in de gaten houden. Die staat trouwens in de beschrijving. Dus daar gaan jullie foto's kunnen zien. En dan s'avonds moest ik werken. Dus ja, ook niet echt heel interessant om te filmen. Vandaar dat ik vandaag pas begin. Maar ik heb net mijn spullen gepakt en alles in de auto gezet. Want wij gaan nu met school op tweedaagse. We gaan eigenlijk gewoon kamperen, maar ja, wordt wel heel leuk, denk ik. Dus ik heb mijn tent, lakens, matras, wat nog allemaal in de auto gezet. En ik heb hier achter wel nog een paar spullen liggen, die ik dus ook nog moet meenemen. Dus ik ga dadelijk vertrekken en ik ga jullie proberen mee te nemen. Maar ja, ik moet wel eventjes kijken. Niet iedereen wil een beeld, dus daar moet ik even rekening mee houden. En ik wou jullie nog heel eventjes mijn outfit laten zien. Het is wel niet zo heel speciaal aangezien dat wij waterspelletjes gaan doen enzovoort. Dus ik heb gewoon eigenlijk een witte body aan. En dan een shortje van de Zara. Schoenen. En dan heb ik mijn haren in zo van die vlechtjes gedaan. Want ja, er is zo'n thema en ze hebben Coachella gekozen. Ja, ik weet echt begot niet hoe ik mij daarin moet kleden. Het was ook zoiets met felle kleuren en zo. Ik heb ook totaal geen felle kleuren aan. Maar oké, ja. Ik heb gewoon iets aangedaan waar ik me comfortabel in voel. Dus dit is momenteel de outfit. Maar ik heb wel nog heel veel andere kleren bij. Dus waarschijnlijk ga ik me straks nog omkleden. En een groepje sneller, sneller. Volg Maribo Vlogs, ik post nooit iets, maar oké. Maribo Vlogs. Marie moet terug beginnen met vloggen. Hier het bewijs. Eerst gaan we zo'n video. Eerst vloggen, dan vloggen. Succes. Film maar. Oké, dat waren dus de beelden van de tweedaagse. Ik heb niet zo heel veel kunnen filmen, maar ik heb toch wel mijn best gedaan. Mijn stem is ondertussen wel een klein beetje weg. Ja, na dit weekend zal het alleen maar erger worden, vrees ik. Maar oké, komt wel goed. Ik ga jullie eventjes weer proberen neer te zetten als dat gaat. Dus let niet op de rommel, want ik moet alweer mijn koffer gaan maken voor Antwerpen morgen. Ik was wel eventjes vergeten. Ik had in het weekend ook nog een paar beelden gemaakt van de Versus. En van Bar 99. Daar was ik met Brenda, Michelle en mijn nichtje naartoe. Dus die beelden ga ik hier nu eventjes laten zien aan jullie. Thank you.
Oké, dus dat waren de beelden van de Versus en van Bar 99. En ik ga nu eventjes wandelen met mijn zusje en met de hondjes. En ik heb een petje op, aangezien dat mijn hoofdhuid echt serieus verbrand is. En mijn schouders ook. Ik weet niet of je dat goed kunt zien op beeld. Ja, het is nu wel iets minder, aangezien dat ik goed aftersun heb opgedaan. Maar ik wil niet nog meer verbranden. Ja, vooral mijn hoofd dan. Maar ik heb wel ook wel zonnecrème opgedaan, dus dat zal wel goed komen. Dus ja, dan zie ik jullie straks weer terug. Oké, ik film hier even met mijn gsm en ik hoop dat jullie mij horen, want hier rijden best wel veel auto's langs. Maar ik wou eigenlijk thuis nog een stukje filmen. Maar ja, ik heb mijn bus weer alles gemist. Dus ik moest me super hard haasten en ik moest de straat even afwandelen. Dus ja, ik zit nu aan de bushalte. Hier mijn koffer. En ik ga nog even een koekje eten en binnen 10 minuten komt de bus. Dan ga ik richting Hasselt. En vanuit daar rijdt Milena naar Antwerpen. Gaat je vloggen? Ja. Even Duke Hamer filmen als hij wilt. Maar mijn camera wil niet meewerken. Oké. De badkamer. Oh joh. Dat is echt best wel groot als het licht aan. Volgens mij moeten we het kaartje nog insteken. Waar is hierin? Ja, daar. Gewoon, ja. Oké. Voilà. De badkamer. Wc'tje. Douche. Ik zat dan wel hier achter ook nog vast. Ja. Tweepersoonsbed. Kledingrek. Hier Milena, die krijgen we er gratis bij. Nee, nee. Beste chauffeur. Dat is waar, dat is waar. Goeie chauffeur hier zo, maar je ziet dat bijna niet in de spiegel. Dan hebben we nog een tweepersoonsbed. En hier is een soort van balkonnetje onder. Oké, we zijn net naar de Carrefour geweest en we hebben drank gehaald, maar het was warm. En we hebben geen frigo op ons hotel. Dus we gaan nu op zoek naar een winkel met ijsboxes. Eén of twee? Eentje niet. Kom. Hoeveel kost dat? Dat kost maar 1 euro, hè. Pak eens 2 voor de zekerheid. Milena. Oh. Dit is geen foto, dit is een filmpje, hè. Yep. Oké, we hebben net pizza besteld. Met de salami en die is aangekomen. Wat is het probleem? Met de salami eraf. Ah, oké. Okay. Dat is wel moeilijk om te smakelijk. Ja. Yes, I understand it's not your fault, but it's a big problem for delivery because for you it's a little problem, but there are people dying because of this failure. You understand? Okay. There, bye bye, why bye bye? Een bal die terug, hè? Wij zijn deze ochtend gaan
lunchje, brunchje. Het was eigenlijk middag al, het was 1 uur. Oké, pannenkoeken gaan eten, maar ik heb dat niet gefilmd. Dus ik zal nu eventjes hier een foto in beeld zetten. En we zijn nu aan het wandelen naar Werchter, nog ongeveer 20 minuutjes. We zijn net al uitgescheten door een op de parking hier. Want we reden de parking op en die gaf geen instructies. Dus wij zetten ons gewoon ergens neer in de schaduw. Onder een boom. Ja, ja, dichtbij dat we snel weg zijn straks. En in één keer komt er een man en die begint te roepen. En dat is toch niet zo moeilijk, luisteren, gewoon doorrijden naar daar. Totdat hij helemaal geen instructies had gegeven waar we naartoe moesten rijden. En er stonden auto's verspreid over heel die wei, dus. Ja, inderdaad. Dus oké, drama nummer 1. Dus ja, nu gaan wij naar Rokwijk. En gisteren heb ik ook niet zo heel veel meer gefilmd. Ja, een paar beelden, maar die hebben jullie nu waarschijnlijk al gezien. Wat is nieuw? Ik moet me weer eens heel hard haasten, want ik ga nu babysitten en daarna ga ik nog naar de vergant. Maar ik wil bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En als je het leuk vond, zou ik het heel tof vinden als jullie abonneren op mijn kanaal. Dat is trouwens ook volledig gratis, dus daar zouden jullie mij een heel groot plezier mee doen. Ik ben precies wel een beetje overbelicht. Overbelicht. Oké, sorry, ik ben me echt heel hard aan het haasten weer. Dus ja, dit was dan het einde van de video. Tot de volgende keer. Dag!